tijd voor een unboxing. En zoals je kan zien heb ik hier de Tomb Raider. Laat ik zo zeggen. Rise of the Tomb Raider. Dit is de Collector's Edition. En Tomb Raider is 20 jaar oud. En fuck gek. Ik weet nog dat ik hem op de PlayStation 1 speelde. 20 jaar geleden, holy shit. Kort uit. In ieder geval, hij is al een tijdje uit op de Xbox One. Hij is nu eindelijk op de PlayStation 4 en ik heb hem voor de PlayStation 4 gehaald. En laten we gewoon deze Collector's Edition unboxen. En kijken wat erin zit. Ik ga hem hier zo even opensnijden. Hoppa. Ik zie hier nog ook een stickertje. Ook, verder ermee. Zodat ik, ik vergeet de onderkant. Laat hem even om, zodat hij hier ook los zit. Zo, nu kan ik hem unboxen. Kijk eens wat we hier hebben. Ja, dit ziet er cool uit. Ik moet even opstaan en je ziet hier alleen het soort van schaduwachtige Lara Croft. Ik zet dit even aan de zijkant hier. Zo, nou. Ik maak even een mooie rondje met de box. Huppa. Niet heel boeiend. En ik zie hier aan de achterkant twee laadjes zitten. Nou, als ik die laadjes openmaak, maak ik hier de bovenste laadje open. Hij zit best wel strak. En wat komt eruit? Een doos. Oh. Ga ik even de camera laten zien. Er zit een soort van een zakje in. En wat zit er in het zakje? Kijk eens. Dus wat zit hierin? Nou, geen idee. Ik heb zelf niet gekeken wat er allemaal in zit. Ik weet dat er een statue in zit. Maar dit is nieuw voor me. En wat is dit? Dit is een ketting. Oh, dit moet je zelf... even in elkaar zetten, soort van. Maar in ieder geval, waarschijnlijk heeft Lara Croft dit symbool om haar nek of heeft te maken in ieder geval met het spel. Ik moet hem nog spelen. Maar om eerlijk te zijn, dit ziet er best wel plasticachtig uit. En ik ben niet impressed, laat ik zo zeggen. Plus ik moet het zelf vastmaken en zo. Nee man, ik ben lui. Nee, ik zit gekheid, ik zit er wel in. Maar dit zit erin. Cool. Even kijken, want kan ik hem helemaal eruit halen? Dat kan. En voor de rest zit er niks in, is die leeg. Ga ik verder met de tweede laadje. Ik kan hem gewoon helemaal eruit. Kijk eens. Wat is dit? Is dit een journal van mevrouw Croft? Ik denk het wel. Laten we even kijken. Even open zien te krijgen. Ja, nou. Ja, dit is gewoon legit. Een journal. Het is gewoon helemaal blanco. Je kan gewoon aantekeningen maken. Als games nog, net als vroeger, cheatcodes had, kon je het boek helemaal vol schrijven met cheatcodes. Maar cheatcodes, dat wordt niet meer zoveel gedaan. Jammer genoeg, want cheatcodes was awesome. En dan hebben we Lara Croft, Tomb Raider, 20 years of an icon. Dus ik denk dat dit een artboek is. Laten we even... kijkje nemen. Nee, dit is gewoon. Dit is een artboek. Denk ik wel. Even kijken. Ja, dit is de artboek. Oeh, nice art trouwens. Ik laat jullie zo wel zien hoor. Oh, nice. Oké, next. Nee. Ik laat je wel zien. Dit is nog een registratiecode van Square Enix. En een soort van
informatie erover. Maar er zit ook de game disc in. Dus dit is gelijk jouw case. Geen steel case in deze collector's edition. Vind ik niet erg, want het is best wel standaard altijd dat er nu een steel case bij, dat je een steel case bij krijgt. Maar ik ga even wat art laten zien. Ja, dit is nice. Echt allemaal verschillende types art ook. Kijk, Lara met het brilletje die we nog kennen van vroeger. Dit is de moderne Lara. Ja, nice. Echt nice. Ik ben blij met het, zeker. Nou, gauw verder naar de grand finale, denk ik. Want deze kan ik. Nu haal ik een hele grote doos nog eruit. Doos in de doos. Kijk, ik draai hem om. En hij is nu gewoon helemaal leeg. Die zet ik ook hier neer. Nu hebben wij een andere doos. En laten we hem openmaken. Kijk, hij gaat zo open. Zo. Oké, nou dat wordt even omkiepen. Kom op. Daar gaat ie. Hoppa. Nou, ik stapel hier wel alle dozen op. Nou, weet ik nu niet wat onder en boven is. Nou, ik kom wel snel terug achter. Ik deed gelijk goed, maar wow, hij is best groot. Kijk eens aan. Nou, even snel een beoordeling geven. Hij is wel heel erg plastic. De base is echt plastic. Maar hij is veel, veel beter dan de eerste Collector's Edition van Tomb Raider, de moderne Tomb Raider. Het is hetzelfde met Uncharted. De eerste van Uncharted 3, de Collector's Edition, de figure was een beetje veel kleiner ook. Hetzelfde geldt voor Tomb Raider en nu komen ze beide met een nieuw game. En is de statue echt gewoon vele malen groter en van betere kwaliteit. Nou, ik laat je even nog een betere shot zien. Ja, echt, de details zijn heel goed. En ik hoorde mensen zeggen dat hij wat minder was, maar ik vind hem gewoon gruwelijk hoor. Super nice. Even kijken, staat er onder nog wat? Ja, Rise of Tomb Raider, Square Enix, ja, nice man. Echt nice. Ja, zeker. Nou, ik ga de game spelen. Hij is al een tijdje uit op de PlayStation. Ik denk dat hij 11 oktober was hij uitgekomen. Het is nu, het is 23 oktober nu. De zondag film ik dit even, werk snel. En ik kom net terug van vakantie. Ik kreeg hem echt voor mijn vakantie. Opgestuurd, maar ik was er niet, was op vakantie, dus vandaar. Nu pas heb ik tijd om even een snelle unboxing te doen. Sorry dat het wat laat was, maar hey, bedankt voor het kijken. En blijf hier bij Monik met de games, want we hebben games en nog eens games. Dus blijf hier bij Monochromatic en we zullen leveren. Hey, thanks en zie jullie in de volgende video. Peace.